de speelgoedmars. En dan in de versie voor de harpen 2a. Want op de tweede bladzijde van dit stuk splitsen de harpen 2 op in een A en een B versie. En het is denk ik wel zo makkelijk om even jouw hele versie achter elkaar te horen. Zonder dat in stukjes nu voor A en nu voor B gaat. Let op, voordat we beginnen. Zet de F omhoog, dus een vies. En qua ritme krijg je een triool te spelen direct in het begin. En ik zeg zelf een triool altijd als een tiedeli. Dat vind ik makkelijk. Dus ik krijg tiedeli, tiedeli, tiedeli. Dus de eerste maat die tel je 1, tiedeli, 3, 4. Dus 1, tiedeli, 3, 4. Valt reuze mee. Dan is er verderop een techniekje bij letter B, maat 17. Daarin moet je étouffée spelen. Voor je linkerhand houdt dat in dat je hand zo schuin omhoog laat wijzen en dan over de helft van de snaar. Dus normaal gesproken speel je op het midden van de snaar. Maar nu ga je over de helft van de snaar staan. En de bedoeling is dat je met een hele sterke duim gaat spelen en dat je afdempt op het moment dat je naar de volgende snaar gaat. Dus wat doe je? Je drukt met 2, 3, 4 goed tegen de snaren. Je duim kringelt om de B-snaar waarop we starten. En dan til je vanuit deze kootjes je hand omhoog. En daarmee speel je je duim. En dan klap ik hem terug. En op het moment dat ik terugklap naar de C-snaar, demp ik dus de voorafgaande B af. Dus het is niet dat ik die apart afdemp en dan opschuif naar de C. Maar het is in de beweging van het spelen ga ik naar de C. En dan ga ik weer omhoog. En ik klap weer neer. En die beweging zit hem dus in dat je die kootjes echt dit zo laat scharnieren. En druk blijft houden met 2, 3, 4, want daarmee kun je lekker kracht zetten. Rechterhand voor het étouffée spelen zeg ik altijd heel goed op je duimkootje spelen. En niet over je hele, over twee kootjes, maar echt op het topje. Maar in dit geval willen we echt dat je vinger een beetje zo helemaal schuin naar beneden wijst. En dat je met twee kootjes over de snaar, of op de snaar staat bedoel ik. En wat is dan het effect? Op het moment dat ik de B speel en ik ga naar de C toe, dan demp ik hem eigenlijk bij het plaatsen de B af met deze kant van mijn vinger. En op die manier krijg je een heel leuk staccato effectje. Dus ook dit is niet de bedoeling dat je doet spelen terug naar de volgende. Maar dat je dat dus in de beweging doet. Dus op het moment dat ik naar de volgende snaar ga spelen, demp ik de voorafgaande af. Met dus eigenlijk de andere kant, de nagelkant van mijn vinger. Voor het naar beneden gaan is het eigenlijk het techniekje dat er een duim bij komt kijken. Dat is wel erg rottig, dat laat ik voor nu gewoon even achterwege. Als dit lukt, ben ik al een heel gelukkig docent. Heb ik dan nog meer te kletsen over dit stuk? Je hebt nog een glissando met je duimnagel omhoog. Die staat in maat 16. Dus dan is het een kort roetje omhoog. Maar we gaan beginnen. Harp 2a. 1. Oh ja, en voordat je begint, haakjes C, 4, D, 4 omhoog. Je telt altijd vanaf deze hoge A. Dat is je uitgangspunt. Daarboven telt eigenlijk even niet mee. Dat noemen we dan een nulde. Dus dit is dan 1, 1, 2, 3, 4. Moet ik het wel goed aanwijzen. We gaan beginnen. 1, 2, 3, 4.
vieren. 1, 2, 3. Je vieren. Ga ik verder bij letter D? 3, 4 en 1, 2, 3.